We zijn er! Hebben we er zin in? Ja! Yeah. En deze moeten we zo even unboxen. Morgen is een hele bijzondere dag. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag ochtend. En ik sta voor de deur van kantoor. Ik heb op kantoor echt een hele leuke afspraak met een merk waarmee we een co-collectie voor Summer Some Day gaan doen. Ik kan echt niet wachten om jullie daar meer over te vertellen. Het wordt echt heel cool. Dus we gaan eventjes verder praten over de designs en dingen die we aan het doen zijn. Dan gaat mijn auto aan. En daarna heb ik een kleine shoot. En moet ik heel even de stad in om wat dingetjes te halen voor Milaan. Daar ga ik donderdag naartoe. Ik kreeg net een hele leuke aanvraag voor iets. En ik hoop zo dat ik het kan doen. Want ik heb op die dag eigenlijk een reisdag van iets anders. Dus ik ben eventjes allemaal dingen aan het regelen. In ieder geval, ik ga nu kantoor in en ik zie jullie zo. Ik ben op kantoor. Hi Minu. Hallo. En we hebben net een afspraak gehad. Ik vertel daar zo over. Maar jongens, kijk wat ik heb. Ik ben hier zo gelukkig mee. Rode. Hij is echt heel goed. Ik heb hem nu een paar dagjes op. Ik heb zulke zachte lippen ervan. It's amazing. Deze toilet was van Chanel. Die zat een keer bij een perspakket. Maar die vind ik echt zo mooi. Ik heb nu producten ingedaan voor vandaag. Hey guys. Hi. Wij zitten achter in de auto en we hebben iets heel leuks te vertellen. Want we gaan iets heel leuks doen vandaag. Naar de Efteling. We gaan naar de Efteling. Olly heeft dus vakantie. Dus we gaan lekker met z'n allen naar de Efteling. Arshkan is ook mee. Super gezellig. En we zijn nu even bij de Starbucks. En dan gaan we doorrijden. En we hebben er echt heel veel zin in. En we gaan jullie natuurlijk vandaag meenemen. Maar mama. Ja, lieverd. Ga ik dan ook aan het einde in de pitoon? Ja, tuurlijk. Die rijden duurde altijd zo lang. Ja, maar daar heb ik geduld voor. Maar ik denk dat het niet zo druk is. Want sommige auto's gaan maar Efteling, toch? Sommige wel, sommige niet. Ja, klopt. Maar we gaan er gewoon een leuke dag van maken, toch? Ja! Oké, Olivia. We zijn er! Hebben we er zin in? Ja! Yeah. The day is about to begin. De eerste attractie. Het laatste wagentje. Hebben jullie er zin in? Ja! Ja, we hebben er zin in! Heb je zin in Joris en de draak? Ja. Hebben jullie zin in Joris en de draak? Zoveel zin. Ik wil weg. Oké, let's go. We staan hier nu al 14 minuten. We hebben 90 euro opgemaakt. Hey, Noor, het gaat gewoon lukken. Noor, kom op, je kan het. Ook het zo spannend. Oh, jammer. Oh, jammer. Die ga je helemaal erin. Ik een beetje achter de ballen. Kijk, Noor die speelt al vals. Ja, dat is typisch Noor. Hè? Hey guys, het is de volgende dag. Na de Efteling. Het was echt super leuk. We waren alleen toen we terugkwamen echt helemaal kapot. En we hebben toen ook nog 2 uur vastgestaan. Nou ja, 2 uur vastgestaan, een uur vastgestaan. Dus we hebben er 2 uur over gedaan om van de Efteling naar huis te komen. Maar het was wel echt super leuk. En het is vandaag donderdag. En ik ga zo meteen echt heel veel pakketten even halen op kantoor. En eventjes het leven organiseren. En ik ga ook even vandaag wat TikToks filmen. Daar had ik wel zin in. En Olly is gezellig thuis. Want die heeft vakantie. Dus die is vrij. En die gaat straks naar paardrijden. En daarna bij mijn moeder logeren. En ik heb echt heel erg buikpijn, want volgende week ga ik dus naar Zweden. En dan gaat zij op skivakantie met Sander. En dan zie ik haar een week niet. En ook zo verdrietig van. Maar goed, niet te veel over nadenken. En ik heb mijn ontzettend lelijke rode badjas weer aan, die ik lelijk vind. De meningen zijn erover verdeeld. Ik had een meisje gezien op Instagram, die ik volg. Een meisje uit Zweden. En zij had zo'n mooie badjas. Dus ik had daar een DM gestuurd. Aangezien ik altijd mijn badjas aan heb, dacht ik van oké. Dat moet er wel een beetje leuk uitzien. Dus ik had haar DM gestuurd van, hey, misschien een gekke vraag, maar ik had die badjas bij je gezien. Van welk merk is die? En ik ken haar helemaal niet. Ze had gereageerd en ze zei, hey, het is van een hotel hier in Göteborg of zo, zoiets waar ze woont. Maar ik heb er een paar, dus zal ik je anders gewoon een van mij opsturen. Dat is toch zo aardig. Ik vind het echt heel aardig. Alleen, ik voelde me zo overweldigd door deze aardigheid dat ik niet meer gereageerd heb. En ik dacht, kan ik dat wel aannemen? Ik voelde me zo bezwaard. Maar goed, ik ga wel antwoorden, want ik vind het ook echt heel erg leuk om haar te volgen. Dat is de badjas-update. Oké, jongens, ik ga even TikToks filmen en ik zie jullie zo. Ik heb dus even pakketten gehaald en ik had weer een keer een bestelling bij Mango geplaatst. Niet heel veel, maar wel deze top. En ik vind die echt super mooi zitten, zo'n bodycon-achtige top. En ik heb echt super veel sieraden. Zullen we eens even kijken naar sieraden gekocht? Waaronder deze 2 kettingen. Nu ik ze zo zie, vind ik ze ook wel heel erg op elkaar lijken. Ik vind deze het mooist. Het is wel heel cool. Het is wel heel erg dressed up meteen. Zo'n ketting. Ik denk dat ik deze wel ga houden. Ik moet even mijn sieraden stash opnieuw opruimen eigenlijk. Want alles ligt zo door elkaar. Ik had ook deze ringen.
Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Die had ik alvast even ingedaan. Een gouden armband had ik. En dan zilveren hoeps, want die heb ik ook te weinig. En deze. Ook wel leuk, denk ik. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, anders laat ik het straks nog wel zien. Kijk zo even terug. Maar dit shirt vind ik echt fantastisch in ieder geval. En ik heb nu net een paar TikTokjes gefilmd. Die ga ik even editen. Als je me nog niet op TikTok volgt. Mijn username daar is Noordengroot. Ik heb zin om alles op te gaan ruimen en om een zak chips te eten. Dat kan ik erbij doen. En dan zo over een half uurtje naar paardrijden met Olly. Wij zijn op de manege. En Olly is net klaar met paardrijden. Was leuk, hè? Ja. En nu gaan we naar mijn moeder. Daar gaat Olivia één nachtje logeren. Ja, hoe heette die ook weer, Rosie? Ja. Was echt leuk, hè? Hoe heet je ook alweer? Hey. Oh, dat schattige vlechtje, zo lief. Ja. Oké, kom, we gaan even onze spullen pakken en naar Leiden rijden. Good morning. Ik ben net wakker en het is, ga ik zeggen hoe laat het is? 10:30. Ik heb dus uitgeslapen, want Olivia is er niet. Het was best wel moe, moet ik zeggen. Dus dat heb ik gedaan. En ik ga nu even rustig koffie drinken. En ik ga eens even ontbijt maken. Oh, we hebben nog één gembershot. Jongens, ik heb dit van de week op mijn Insta-stories gepost. Maar deze gembershots van de Albert Heijn hebben dus Nutri-score D. En ik was helemaal verdrietig. Want dit is mijn dagelijkse dosis van gezondheid. Dus ik had het op Instagram gezet van weet iemand waarom een gembershot Nutri-score D heeft. En het antwoord is als volgt. Dit heb ik me laten vertellen op Instagram. De Nutri-score is dus een vergelijking van het product. Dus zeg maar, zij vergelijkt niet algemeen van is een gembershot gezond, maar hij vergelijkt het met andere gembershots. Is deze gembershot gezond ten opzichte van andere gembershots? Dat is hij dan dus niet, want hij heeft een D gekregen. En zoals er stond, is het voornamelijk doordat er heel veel suikers in zitten, want het is voor 80% appelsap en er is maar 10% gember in. En daarom heeft hij die Nutri-score D. En ik vind het echt super jammer, maar misschien heeft iemand er nog meer informatie over, want ik dacht dus dat ik heel gezond was. Maar goed. Ja, lieverd. Ik ga heel snel eten maken. En ik zie er echt alsof ik een soort van hobbit ben. En ik ga dan in bad. Daarna ga ik werken. Het is even later. En ik heb nog steeds geen make-up op. Maar ik dacht, ik ga wel even vloggen. Want morgen is een hele bijzondere dag. Want Olivia wordt morgen 7. Dus ik dacht, ik ga even alle voorbereidingen vloggen voor haar verjaardagsfeestje. Dat doe ik eigenlijk elk jaar. Dus dat is ook super leuk om terug te kijken voor ons. Dat ga ik nu even doen. Dus ik heb net ballonnen gehaald. En ik ga cadeaus zometeen inpakken. En al dat soort dingen. De taart. Dus die ga ik jullie ook even laten zien. En ja, dat gaan we nu doen. Wij zijn alles aan het versieren. En we hebben net cadeautjes ingepakt. En we zijn slippers aan het ophangen. Hi guys. Hey. We're back. Oh, ik had niet verteld dat jullie weggingen. Ik maak gewoon een weekvlog net of er niks aan de hand is. Oh. Dat is wel leuk. Wordt Olly alweer 7, jongens. Daar is de jarige Job. Hyper de piep. Ja. Hoera. Hier is onze jarige Olly. Ik vind de taart echt heel mooi. Is zo mooi geworden. Er is heel iemand zo eraan zitten. Ja, dat zou erg zijn, hè? Jij hebt ook helemaal geen blauwe tong of zo. Hm? Laat je tong eens zien. Alleen maar tegen niemand vertellen. Je hebt een beetje rode wangetjes ervan. Zal ik het ook doen? Maar we moeten het van de achterkant doen, want dan heeft niemand het door. Zo. Maar nu moeten we stoppen. Straks maken we de hele taart kapot. De mensen komen pas over 3 uur. We gaan even opruimen een beetje het huis en dan snacks neerzetten en dan komen straks familie en vrienden. Ja, maar nu gaan we hem in de koelkast er doen, oké? Good morning guys. Het is de dag na Olly's verjaardag. Het was echt een hele leuke dag. En super lief dat alle vrienden en familie gekomen waren. Olly heeft over 2 weken trouwens haar kinderfeestje. Dus er wordt ook nog iets voor kinderen gevierd. En morgen gaat ze trakteren op school. Dus we moeten ook vandaag eventjes de tractaties fixen. En ik moet even allemaal dingen organiseren. En ik zat thuis en ik doe thuis gewoon echt geen flikker. Ik zie er trouwens echt niet uit. Ik heb weer geen make-up op. Ik heb nooit meer make-up op de laatste tijd. Dus ik ben in de auto gaan zitten en ik heb mijn opschrijfboekje meegenomen. Dus ik ga even koffie halen en in de auto alles opschrijven. Want ik doe thuis gewoon echt geen zak. Ik ben continu afgeleid. En ik heb echt heel veel te doen. Oeh.
Ik ben niet vooruit te branden. Dus ik ga kijken of als ik een koffietje hou en dingen in de auto doe, of dat iets helpt. En ik heb straks een gesprek op... We hebben straks, want Sanders zijn natuurlijk ook bij. Een gesprek op Olivia's school. Dus vind ik altijd heel leuk om te horen hoe ze dat doet in de klas en zo. Dus dat ga ik vandaag ook nog doen. En ik denk dat ik nu dan ook alvast maar even boodschap ga doen voor het avondeten. Dat is vandaag een beetje het plan. Dus ik zal jullie straks even updaten over hoe of wat. Ik ga wel even leuke pakketjes halen. Ik doe een samenwerking met Prada voor de lancering van de nieuwe tas. Die is zo leuk. En ik kreeg net een melding dat hij bezorgd was. Drama in de familiegroepsapp. Die is net bezorgd. Die ga ik even ophalen. En ik ga even antwoorden. Oké, ik ben dus nu bij de school van Olivia. En ik heb echt afgelopen half uur zoveel werk kunnen doen. En ik heb alles opgeschreven wat ik de komende dagen moet doen. Ik heb alleen echt super dorst. En ik wil geen plastic flesjes. Tenminste, ik probeer zo min mogelijk plastic flesjes te kopen. Dus ik ga zo eventjes snel naar huis en wat drinken. En koken. Waarvan ik ook maar niet weet. Ik heb deze week geen HelloFresh. We gaan binnenkort aan Green Chef beginnen. Dat is ook van HelloFresh. Alleen dat is net weer anders. Dus dat ga ik zo doen. En nu heb ik dus het oudergesprek. Hey guys. Never mind. Deze prachtige look. Olivia die was natuurlijk jarig. En morgen gaat ze trakteren op school. Dus we zijn nu haar tractaties aan het maken. We hebben echt iets heel leuks. Papa, gooi je pen op de grond. Gooi de papa je pen op de grond? Vond ik niet leuk. Oh, maar je was wel een beetje stout ook, of niet? Nee. Kom. Nou, Olivia en ik gaan eventjes de tractaties laten zien. Kijk, het wordt een bos. Zoethoutstokjes, zure matten. Zure matta's. Zure matta's. En dit gaat Olly morgen tracteren. Hoe leuk is dit? Vind je het een leuk klusje? Het begon leuk. Maar nu... Oh. Olly, heb je er zin in om dit te tracteren? Ja. En dan mag ik in de klasroom kiezen. Ja. En dan steek ik altijd iedereen zijn vinger op. Dat is super leuk, toch? Ja. En dan kies ik denk ik Lieve en Charlie als het er is. Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het ook dat ze terug is op Bali. Oké, nou, tot zover. Good morning. Is dit de eerste keer dat ik in een andere badjas hier verschijn? Ik ben in ieder geval wel mezelf van bewust geworden hoeveel badjas ik draag. Doordat ik altijd in huis vlog en hoe ik er de laatste dagen uitzie. Ik heb net wel mijn haar gewassen. Olivia naar school gebracht met de tractaties. En ik ben echt lamlendig vandaag niet vooruit te branden. Het zal wel door dat kut weer zijn. Ik ga even ontbijt nog maken nu. En dan ga ik iets nuttigs met mijn leven en mezelf doen. Ik moest eigenlijk vandaag 2 campagnes shooten die allebei als moodboard hadden. Spring. Maar het sneeuwt buiten, dus ik denk dat ik even ga vragen of ik dat morgen mag shooten. Of ik vandaag even thuis blijf. Ik word alleen altijd een beetje soort van misery kom ik altijd als ik zo lang thuis zit de hele dag. Ik ga even ontbijten en koffie maken en dan ik denk dat ik misschien wel even een get ready ga filmen voor TikTok. Ik vind het echt leuk om daar ook filmpjes up te loaden. Maar ik vind Instagram ook nog steeds leuk. Ik zie heel vaak mensen zeggen dat ze Instagram niet leuk vinden, maar ik vind foto's maken en posten en dingen bekijken echt super leuk. Eten maken en ik zie jullie zo. En deze moeten we zo even unboxen. Die heb ik opgehaald voor een samenwerking die ik ook vandaag zou shooten. Maar wat dus niet doorgaat, want ik zag dit niet eens. Ik kijk net naar buiten. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar die sneeuw is toch echt bizar hoe hard het sneeuwt. Wel heel mooi. Dat wel. En het blijft niet liggen, dat is jammer. Maar het is wel echt very pretty. Oké, ik heb mezelf eindelijk een beetje gefascineerd. Er komen vandaag ook mensen bij ons eten en we gaan het Mexicaans maken. Dus ik ga zo naar de Albert Heijn. Oh wacht, ik weet al wat ik jullie wou laten zien. Kijk eens wat er in de Prada tas zat. Dit is de nieuwe Moonbag van Prada. Echt heel leuk. Hij komt ook weer in heel veel kleurtjes. Dus die had ik gekregen. En die ga ik nog shooten voor een samenwerking. Het is echt zo'n Y2K tas. Maar ik vind hem wel echt super leuk. Zo schattig trouwens. Olly die heeft nu pianoles beneden. En dan hoor ik echt zo die geluiden elke keer. Echt te cute. Iets anders wat ik gekocht heb waar ik ook echt super blij mee ben. Is een heel groot pakket van Waterdrop. Dat is eigenlijk een heel sustainable merk die een beetje erbij helpt stimuleren en dat je niet altijd domme plastic flesjes koopt. Wat ik gisteren trouwens ook aan de auto zei. Die smaakjes zijn dus echt super lekker. Dus eigenlijk helemaal als je niet zo van echt water drinken houdt, helpt het je om gewoon wel genoeg water te drinken. Want ik denk dat we allemaal wel weten dat je ongeveer 2 liter water per dag moet drinken. En volgens mij doen heel veel mensen dat niet. Ik moet zeggen dat ik er wel echt op probeer te letten. Omdat ik heel snel blaasontsteking krijg en omdat ik gewoon echt merk dat ik een betere huid heb als ik genoeg drink. Maar dit is wel echt iets wat hier echt weer bij helpt. Ik zal even laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb dus deze fles. Dit is gewoon een hervulbare fles. En dit is ook een fles wat heel chill is om mee te nemen met sporten.
of naar werk of iets. Want het blijft tot 12 uur wel echt koud hierin en ook heel heet als je dat wilt. Dus dit is de grote fles en hier probeer ik er in ieder geval 1 per dag van op te drinken. Je doet zeg maar ongeveer, ja, tot hier doe ik meestal het water en dan doe ik dus zo'n smaakje erbij. En dat is natuurlijk ook allemaal suikervrij en gezond. Maar ik heb er echt, ik heb denk ik wel 30 van die smaakjes besteld. Maar degene die ik het meest gebruik is die Zen. Die vind ik het lekkerst. Die is echt super chill. Maar je hebt echt van alles. Noem het op en het smaakje heb je. En wat ik ook heb, dan probeer ik dan zeg maar met thuiswerken meer iets te doen. Als ik aan tafel voor mijn laptop werk, heb ik zo'n karaf. Die heb ik ook bij hun besteld. Echt super cute. En dan met 2 van deze drinkglazen erbij. En ik zal de website van Waterdrop hieronder even linken. En met de code NOOR10. Zoals in beeld zetten krijg je 10% korting op de producten. Maar het is sowieso wel even leuk om op de website rond te kijken wat ze allemaal hebben. En ik heb trouwens ook deze nog. Die neem ik meer on the go mee. En ik heb zo'n elektrische fiets en die kan ik zeg maar daarin zetten. Daar is deze heel erg handig voor. Dus ik kan altijd wel echt heel vrolijk worden van zo'n nieuw pakket. Ik ga nu as we speak even deze fles vullen. En ik ga hem vullen met, ik denk met Zen of Focus. Relax heb ik ook. Nee, ik ga Zen doen. Kijk, dit zijn zeg maar de blokjes die je erin doet. Dus die maak je zo open. En die doe je erin. Gaan ze bruisen en dan drink je het daarna op. Ik ga het even laten zien. Oké, ik heb de fles tot ongeveer hier vol. En dan doe ik deze er dus bij. En dan doe ik de dopper op. En laat hem even staan. En dan ga ik proberen dit nog even voor het avondeten leeg te drinken. Want ik moet zo even naar de Albert Heijn. Dus neem ik hem mee. En probeer gewoon tussendoor dan dit te blijven drinken. Dus ja. Good morning guys. Vandaag ga ik dus die campagne shooten voor Prada. Wat ik gisteren vertelde. En het hele thema en het moodboard wat we gekregen hebben, is zeg maar zo 2000 paparazzi-achtige foto's. Dus we hebben zeg maar zo'n flipphone, zo'n open phone, zo'n oud telefoon gekocht. En die ga ik nu, dacht ik dat wel leuk als detail voor die foto's even bestickeren met deze dingen. Kijk hoe leuk, dit is de telefoon die we bejazzeld hebben. Zo cool. Het is even later en ik heb die foto's geshoot, dus ik dacht wel even leuk om te laten zien hoe ze geworden zijn. Met de Prada-tas. Het moest een beetje zo 2000s paparazzi vibe foto's zijn. Dus dit is een beetje wat we er van gemaakt hebben. Deze vind ik leuk. Hey guys! Ik ben me even aan het klaarmaken. Ik heb geshoot en allemaal dingen gedaan. En ik ga nu naar de Albert Heijn. Want er komen mensen eten vandaag. Tenminste, Sander is van de Albert Heijn. Maar het sneeuwt heel hard buiten. Dus ik ga hem eventjes daar ophalen. En ik was net even op de vlogbeelden aan het kijken. Waar is mijn elastiekje? Oh no. Ik was even de vlogbeelden aan het kijken en ik dacht, ik denk dat het tijd is om de vlog af te sluiten en hem ook weer een beetje te gaan uploaden. Anders wordt het weer zoveel, alles en niets in één vlog. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat er weer even een vlog was. En ik ga ook direct een nieuwe beginnen, want dan kan ik snel weer een nieuwe uploaden. En dan was het heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie heel snel weer.